Joop Vos brengt zoals voorgaande jaar weer een oudejaarsconferentie. En voor het eerst zijn deze alle vier totaal uitverkocht. Met slechts 30 bezoekers zit de zaal ook al snel vol. Dus kwam Joop en het speelhuis met een briljant idee. Nou, het is bijna een traditie geworden, want de oudejaarsconferentie komt er weer aan. Ja, dit is het zesde jaar volgens mij dat ik de oudejaarsconferentie doe. 2 jaar heb ik hem met Maarten Saris gedaan en nu weer solo. En dit jaar onder hele bijzondere omstandigheden. Ja, want je bent 4 keer uitverkocht. Voor het eerst in mijn leven 4 keer uitverkocht, nou, ja. Gefeliciteerd, maar op dit moment is dat ook niet heel erg spannend, want het zijn maar 30 mensen die binnen kunnen, geloof ik. Ja, helaas wel. Eerst zag het er nog soberder uit, met 0 ja. mensen in een theater, nu in ieder geval 30. En in samenwerking met het speelhuis hebben we toen besloten van 4 keer voor 30 mensen spelen. Dat is 1 ding, maar als we het breder kunnen trekken, dan zou dat heel mooi zijn. Ja, want tegenwoordig kun je in het speelhuis, wordt er gestreamd. Ja. Met meerdere camera's kun je het opnemen en livestreamen. En dan kun je een kaartje kopen, maar jullie hebben een andere oplossing. Ja, de voorstelling wordt 4 keer opgenomen. En we gaan daar 1 voorstelling integraal van uitzenden. Op 31 december of vanaf 31 december dan komt er een link waarin mensen dus kunnen kijken naar de hele oudejaarsvoorstelling van 2020. Dus dan neem jij alles weer een klein beetje op de hak, want het is natuurlijk humoristisch bedoeld. Kun je al een klein tipje van de sluier oplichten wat er allemaal voorbij gaat komen? Nou, wat er allemaal voorbij gaat komen, dat ga ik niet verraden. Maar het laat zich wel raden wat er allemaal voorbij zou komen. Hè? Ja. En dat is enerzijds natuurlijk corona. Het is ook aan ons niet voorbij gegaan. Al de perikelen daaromheen. En natuurlijk politiek komt in aandacht. We hebben in de Heijstraat nog wat relletjes gehad. We hebben een aantal dingen die in de stad spelen. Dus die komen zeker aan bod.